Oké, we gaan weer een verzoekvideo doen. Ditmaal voor Rob32, die had gevraagd of we Cluster Slide wilden gaan spelen. Op zich wel een heel grappig spelletje. Het oogt een beetje à la Tetris. Maar daar is het verre van. Het is een vrolijk futuristisch-achtig ogend thema. In het begin is het even wat verwarrend als je het nog niet snapt. Maar feitelijk moet je gewoon 5 aaneengesloten symbolen hebben. Net zoals nu, die paarse, en dan schuift alles op naar links. En je ziet hier linksboven een metertje. Als die vol is, dan krijg je extra wells. En dan loopt ook de multiplier op. Dat kan echt wel heel leuk zijn. Het kan ook wel heel lang duren voordat er wat leuks gebeurt. Maar op zich is het wel een soort van actiespelletje, omdat er gewoon die blokjes die veranderen allemaal. Je hebt verschillende welds ook in beeld. En de paarse pakt die. Kom op. Nee. En je moet eigenlijk, je hebt dan de gewone weld. Je hebt die paarse hier. En je hebt een soort superweld en die moet je eigenlijk hebben. We hebben, dat is een groot woord, maar die, deze hier, die disco. Als je dan een combinatie maakt, dan zet hij verschillende welds op je scherm, waardoor je makkelijker een nieuwere prijsje kan winnen. En andere prijsjes die nemen een bepaald kleurtje aan en vergroten, of die eten eigenlijk wat dingetjes op. Waardoor je een grotere blokje eigenlijk krijgt. En dan. Ja, en op een gegeven moment snap je een beetje wat elke weld doet. Dat is voor mij ook al een tijdje geleden dat ik deze gespeeld heb, moet ik eerlijk zeggen. Nou, die paarden, kijk, die is Scooty Disco. Die zijn allemaal welds, pakt hij die rode. Met die de weld vol linksboven. Krijg je weer wat welds bij. Die gele. Ja. En die paarse. Met één prijs. Ja, die rode is goeie. Maal 2. En weer een ding vol. Die gele pakt die. Die groene pakt die. Maal 3, maal 4, maal 5. Die groene ja, pakt die. Nog één beest voor de bonus. Oeh, die rode pakt die, dat is een hoger. Kijk, dat was een goeie. Weer een meter vol. De B erbij, kom op, voor de bonus. Ah. Pakt die? Nee, net geen goeie. Maar goed, 30 euro. Kijk, zie je, zo kan het zo aardig oplopen. En 3 beetjes is dus de bonus. En als hij zo doorramt, dan is het echt wel een heel leuk spel. Maar ik zeg al, hij kan ook wel eens heel snel je geld afpakken als hij niks doet. Kijk, we gaan even de prijzen bijpakken. Nou, je ziet hier de verschillende soorten welds. De multipliers die op kunnen lopen. En je kan tot 1 miljoen euro winnen. Dat is mij nog niet gelukt. De multipliers, de levels hebben we gezien. Cluster wins. Ja, even kijken, dus 5 of meer aaneengesloten identieke symbolen. De feature welds. Nou, die disco moet je dus hebben. Die big, dat is die rode. Breidt een willekeurig symbool uit naar een 2x2 symbool. Dus dan heb je in ieder geval al 4 symbolen. Je hoeft nog maar 1 aan 1 gesloten te hebben om een prijsje te hebben. Nou, die disco die hebben we al een paar keer gehad. Die vervangt 2 tot 4 symbolen voor een weld. Die paarse is een multiplier. De wing is een upgrade. Die verbetert een willekeurig symbool naar een symbool met een hogere waarde. En de groene die verwijdert alle exemplaren van een willekeurig symbool. Van het symbolenveld. En het veldsymbool vertegenwoordigt alle symbolen. Behalve de bonussymbool. Nou, 3 bonussen moet je hebben. Om de weldtrops te krijgen. En dan moet je ook weer die levels halen. Die rode zijn het hoogst. 500 euro. Als je daar 15 van hebt. Die oranje zijn ook leuk. En daarna die paarse en die groene. Maar je moet eigenlijk naar die rode kijken. En dan. Even kijken. Ja, die rode met een kroontje. En dan heb je nog de normale blokjes. Daar is het eigenlijk. En hoe gaan we nou terug naar het spel? Zo gaan we terug naar het spel. Dat vind ik zo af en toe onduidelijk.
Rob, sorry dat het trouwens zo lang duurde voordat deze review volgde. Ik heb zoveel reviews staan en dat is geen excuus. Maar ik moet ook wel een beetje in de stemming zijn om reviews te maken. Maar ik ben bezig met een inhaalkracht. Of inhaalkracht. Inhaalslag. B. Nee. Kijk, zo in de basisspel kan hij ook al best dik geven, hè, zoals je het net zag. Maar het draait natuurlijk allemaal om die bonus. Dus het behalen van die 3 B's. Oké, het paars nog. Net niet. Ah. Ja, 2 B's laat hij wel vaak zien. Want die derde geeft hij er dan vaak niet bij. We spelen tot de P80. Ja, die rode pakt ook nog. Die rode, kijk, die rode tikken meteen aan. Moet je wel die rode met die kroontjes hebben. Oké. Paars ook nog. Ja, dat zijn de normale rode, die vallen mee. Om die wel te heen, kom op. Nee. Net niet, denk ik. Ah, net niet. Net niet weer. Goed nog? Nee. Die gooi je ook net niet, nee. Nee. Ik ga de inzet even verhogen. Naar 2 euro. Ja, die bonus, dat is geheel random. Dat kan soms uren duren. En soms krijg je hem binnen 3 draaien. Ja, dat blijft natuurlijk met online gokkasten. Maar ik zeg al, als je het eenmaal onder de knie hebt, alle features een beetje werken, dan is het echt gewoon een heel verslavend spelletje. Een leuk spel ook. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb er nog nooit echt heel dik mee gewonnen. Ik heb wel wat leuke bonussen gehad, maar onderuit zeggen mega klappers heb ik nog niet meegemaakt. Maar goed, ik ga straks verder spelen en dan plak ik eventuele bonusjes hier achteraan en dan zullen we ontdekken of het dan wel inmiddels wel gelukt is. Want wat ik vaak doe is, ik speel het spel vaak eerst, zodat ik ook weet hoe het spel werkt. Dan maak ik er een review van en dan ga ik daarna verder spelen om te proberen wat bonusjes te pakken om erachteraan te plakken, zodat je in ieder geval ook kan zien hoe de bonus werkt. Heel af en toe gebeurt het ook wel eens andersom, maar dan is het meer in de zin dat ik heb ook wel eens dat ik gewoon random wat spellen kies, zonder dat daar een review voor aangevraagd is. En als ik dan toevallig een bonusje heb, dan kan het wel zijn dat ik achteraf nog de review ga maken. Dus ik had laatst iemand die zei van ja, je vertelde dat je eigenlijk nooit een goede winst had gehad. En daarmee verraadde je eigenlijk al dat de komende bonussen ook niet interessant waren. Want dat is niet altijd het geval. Omdat ik vaak die bonusjes in andere sessies speel. Dus ik maak bijvoorbeeld, wat ik net zei, eerst de review. En pas later ga ik voor de bonusjes spelen. Maar goed, ik ga er binnenkort wat polls van maken. Om te kijken van, wat vinden jullie fijner dat ik kan laten zien, ook qua de rating en dergelijke, of je liever zonder rating wil hebben, et cetera. Kom op. Kom op, Nou, het fijne vind ik aan elk studio's, het zijn niet de spellen waarmee ik de dikke klappers maak. Want ik zeg al, jullie weten inmiddels, ik ben fan van No Limit City en dergelijke. Alleen, ja, andere spelproviders speel ik dan weer meer voor andere redenen. Net zoals bijvoorbeeld elk studio's, die maakt eigenlijk altijd wel gave spellen. Ik win er nooit geen drol mee, daar moet ik dan ook weer bij zeggen. B. Nee. Of geen drol mee wil ik niet zeggen, maar als je dan op een eurotje speelt, dan mag je blij zijn als je 100 euro wint.
En dit spel kan trouwens uit niks wel in één keer een dikke geven. Maar dan met een dikke bedoel ik dan op een euro, 150, 200 euro. En dan pak ik in ieder geval die gele nog, denk ik. Oh nee, oh, schuift hij net verkeerd. Die red ik net niet, denk ik. Nee. Maar elk studio maakt wel altijd spellen waarmee je relatief lang met je geld kan doen. En die verslavend leuk zijn om te spelen. En dat is op zich ook een kunst. Leveltje halen. Net niet, denk ik. Oh joh. Ja. De groene pakt hij ook nog. Daarna pakt hij die rode nog. Dat is een redelijke. Hoppakee. Oké, die rode. Net niet genoeg voor het level, denk ik. Nee, verkeerde paarse. Ah, net niet. Maar toch 20 euro. Multipliertjes. Nee, pakt die ook weer net niet. Het kan soms wel frustrerend zijn hoor, met die features, dat hij altijd alles net niet doet. Net niet weer. Paars. Ja. Ja, en dat is zelfs een beetje als Nitropolis, vind ik dat, ja, dat is ook zo'n leuk spelletje. Alleen is het altijd heel moeilijk te verslaan. Nee, net niet. Hij wil de 260 spelen. Ik wou eigenlijk tot de 80, maar ja, met deze inget gaat het altijd heel snel. B, 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 kom op. Nee. Nog een kantje. Kom op. Ah. Veel multipliers, maar ik heb er meteen niks aan. Nee. Soms is het ook wel lastig te zien, hoor. Dan denk je, ik heb een goede combinatie. Maar dan vallen die blokjes net verkeerd. Oh, we zijn toch ook onder de 260 gegaan. Zeg wel, hij kan ook snel afweten, hoor. Vooral als je op deze internet gaat spelen. Maar de 250 breien we er een einde aan. Nog twee keer. Jammer dat we geen bonusje kunnen hebben laten zien. Laatste. Dat was hem. Cluster Slide voorop. Qua beoordeling, zeker een leuk spel. Ik zou dan persoonlijk, vind ik, Nitropolis of zo leuker. Maar dit is ook echt weer zo'n verslavend spelletje wat ik al zei. Dus zeker de moeite waard om een keer te proberen. En als je gewoon relatief lang met je geld wilt spelen. En houdt van wat leuke variaties, features en dergelijke. Overzichtelijk. Ik zeg al, het duurt even een paar minuten voordat je het spel snapt. Maar als dat lukt, dan is het zeker een aanrader. Dus Cluster Slide krijgt van mij 3,5 ster. En ik zal proberen om hier achteraan nog wat bonusjes te plakken zoals jullie van mij gewend zijn. Yo! Oeh, dat is een redelijke.
eindelijk een leuke line hit. Kan nog een bonus krijgen ook. Dat is een redelijke. Ja. Het is jammer dat die ene niet pakt. Weer een level omhoog. Ja, dat is een redelijke. Oh, net niet. €50, dat is niet slecht. Ah, dat is een bonusje, kom op. Hey, dat is een goeie, big win. Ik weet niet wat, maar die oranje in de denk. Ja, hoppakee. En de meter vol. En kans op bonus. Kom op, bonusje, doe het. Nee. Oh, dat doet het niet. Maar €52 weer. Niet slecht. Oké. Okay. 4, dat is een goeie. €64, oké. Okay. En nog die disco, kom op. Naast die weld. Nee. Dat is jammer. Oké. Okay. Net niet, denk ik. Nee. €84, dat is niet slecht. Yes, bonus! Kom op! Eindelijk! Doe het! Ja, verkeerde weld. In ieder geval weer een leveltje omhoog. Ah, die rode, dat is niet goed. Oké, okay, pak ze wel in ieder geval. Oké, okay, wel die rode. Dat is goed. Weer een leveltje vol. Blauwe nu.
Dat was het, denk ik. Ah, jammer. Kom op. Oeh, ja, dat is een redelijke. Met die rode. Metertje omhoog. Ja. Multipliertje omhoog. Nog een metertje omhoog. Oh, 1 metertje pas. Ik dacht dat er 2 waren. En die groene, kom op. Dat is niet top. Dat kan niks. Nee. In midden. Midden. Nee, niet onder. Maar wel die rode. Maal 2. Dat is dan nog redelijk. Wel een redelijk bonusje. Toon Meijertje. Maar net niet een meter omhoog, denk ik. Oh, daar weer die rode. Net niet een meter, klopt, paars nog. Ah. 98 euro. Ah, toch leuk. Yo. Oh, yes. Bonus. Op 2 euro, klopt. Doe het. Nee, is geen topper. Kom op. Midden. Nee. Die rode, kom op. Die rode, oh. Net niet, denk ik. Wel die broeder. Oeh, kom op. De Rex. Doe het. Ah, dat is jammer. Wel die rode, maar dat is geen hele dikke. Nou ja, zeg wel geen hele dikke. Het is op 2 euro, hè. Toch lekker. 80 euro. En kijk die wel erbij, dan is daar rechts misschien nog die leuke die wel. Als die rechts valt. Ja, ja. Op rechts vallen. Ah, nee. Maakt hem vol? Ja. Wordt net geen lekkere. Kom op. Oeh, dat is een redelijke knok. Net niet. Jawel, net wel. Nee, net niet. Jawel, net wel, joh. Maar die groene, dat is niet top. Kom op. Oeh. Nee. Was jammer. Maar toch, 181 euro. Lekker bonusje. Het ging zo snel. Deze kan echt wel gaaf zijn. Rob, deze was voor jou. Yo. Yes. Kom op. World Robs. Nou, kom op. Kom op.
Kom op. Redelijk, hè? Ah, net niet, hè? Ah, 55 euro, oké. Dat is ook wel een grappige bonus. Dus hij is heel moeilijk te volgen, maar... ja, ik vind het wel een heel grappig spel. Duurt even voordat je hem begrijpt. Maar... ja, ik heb nu een x-aantal keer gespeeld. Ik begrijp een aantal van de features die wel, die snap je op een gegeven moment welke weld wat doet. Maar nog net als met die bonus. Was op zich wel logisch, net als bij Reactunes. Alleen net andersom. Eerst een kleintje, dan een middelge. En dan een grote en je moet die multiplier op laten lopen. Dan wordt die wel heel gaaf. Ik heb er nog geen hele dikke mee gehad, maar het is echt zeker een leuk spelletje. Heel verslaafd ook. Het is jammer dat je de spatiebalk niet in kan drukken, dus je moet echt je muis gebruiken. Maar Cluster Slide van elk studio is echt al een heel gaaf spel. Ja, ik wou zo eigenlijk zeggen 4 sterren. Maar ik heb nog geen mega bonus gehad, dus ik neig een beetje naar 3,5 ster. En dat is ook meer omdat ik weet niet of ik hem super vaak ga spelen. Ondanks het feit dat het een heel leuk spel is, ik vind het lastig. Maar, dus ik hou hem voorlopig even op 3,5. Als ik nog een mega klapper krijg, wordt het 4 sterren. Dus Cluster Slide van Elk Studios krijgt 3,5 ster. Yo!